This is a Ripple Film Production. Today, 15 years long. It was back then in 2002, after Tommy was born. We got evicted from our home. And then the Hebenil family was there to our rescue. From then on, Tommy has been living with them. And today, 15 years later, I have no regrets. Ik ben Tommy, Romario Downer. Ik ben 15 jaar en ik woon hier al sinds mijn vierde maand. Ik zit hier in een pleeggezin. Dit zijn niet mijn echte biologische ouders, maar ik voel ze wel als mijn biologische ouders. Ik heb drie hobby's die ik echt heel veel van hou. Vliegeren, voetballen en muziek maken. Nu ben ik een vlieger aan het maken. Deze hier. En die ga ik zo meteen in de lucht doen. Doesje, joh. Kijk hoe hoog die jukkel loopt. En nu gaat hij lekker ronkalellen. Of kun je het zo noemen, ronkalellen. Zet achter het zakpapiertje. Zet je aan het touw, kijk hoe welke geluid hij maakt. Wow. Ik ga nu maar even stappen vliegen, hoor. Ik moet zo naar de kapper. Vanmiddag heb ik stage aan. Ik moet er kakkie uitzien. Ja, ik ken hem al sinds mijn kleine. Kapper, vriend. Ik voel me juist als een familie. Het is in alle tweede culturen zijn er andere regels ook. Maar ja, ik vind het allebei wel fijn. Dat ik steeds nog gewoon in mijn eigen cultuur ook kan optrekken. Samen met mijn echte ouders. Maar ook met mijn pleegouders. En ja, ik voel me ook thuis bij alle twee. Ik loop hier drie dagen in de week stage bij Scuba Lodge. Mijn vader heeft me geholpen met stage zoeken, ja. Vanaf kleins af aan wist ik al dat ik heel veel van koken hou, dus in de keuken werken. En dat heeft me geholpen, ja. Dat ik nu ook hier kan staan en mijn vak kan leren, ja. They taught him well, they grew him well. They never separated him from us. And for that, you know, I am truly grateful and I am really happy with the family that have my son. Because as a mom, you always need the best for your child, you know? Yeah.